Hallo allemaal, ik ben Lauren, ik ben 21 jaar en studeer Strategic Management. De open dag komt er bijna aan en ik ben heel erg benieuwd hoe Lisa dit toen ervaren heeft. We zijn nu in de Esplanade op de universiteit en ik zie dat Lisa er al zit. Hallo! Hi! Hey, leuk te zien. Hoe is het met je? Ja, goed met jou. Dus de open dag nog wel heel lang geleden, denk ik. Inderdaad, ja. En weet je nog met welke doel je toen naar die open dag bent gegaan? Ja, ik vond het belangrijk om heel breed te oriënteren en veel verschillende studies te zien. Dan kun je ook meteen afstrepen welke duidelijk niet bij je passen. Ja, ik weet zelf dat ik echt naar de open dag ging om eigenlijk te kijken of Tilburg bij me past als studentenstad of bijvoorbeeld van universiteit. Onze online open dag ziet er super leuk uit, want je kunt in een soort platform kun je naar verschillende onderwerpen toe om daar meer informatie over te weten komen. En ik kan me nog herinneren dat het best spannend vond om studenten vragen te stellen. Maar je kunt natuurlijk super veel informatie uithalen. Ik weet niet, heb jij toen vragen gesteld? Ja, ik heb zeker vragen gesteld. Bijvoorbeeld hoe een studentenweek eruit ziet. Dus gaat met colleges, maar ook buiten colleges, wat je dan natuurlijk doet als student. Of hoeveel Engels er in een studie zit. Ik ben met bijvoorbeeld ook vragen te stellen over de mogelijkheid tot stage. En of mensen in het buitenland hebben gestudeerd. En nou, bijvoorbeeld of ze op kamers zitten. Ja, de studenten geven natuurlijk het beste beeld van het studentenleven en van de stad zelf. En heb je er ook vandaag ook nog vragen aan de docenten gesteld? Ja, ik was best wel benieuwd naar wat voor onderwijs je nou krijgt. Dus ik heb wel even gevraagd wat een hoorcollege en werkcollege precies inhield. Ja, ik vond het vooral heel leuk om te weten hoe eerstejaars vakken eruit kwamen te zien. Op die manier dacht ik wel dat ik een beter beeld kon krijgen van verschillende studies. En ook, ja, wat kun je doen na je bachelor? Dus welke masters of welke banen horen daarbij? Nee, online zou ik misschien ook wel adviseren om van iemand mee te laten kijken die je ook goed kent. Zodat je ook een beetje kunt sparren over wat er nou allemaal is. Ja, misschien ook filmpjes kijken van de campus, hoe het eruit ziet. Die staan ook online. En heb jij nog een tip voor de aankomende studenten als ze naar de opdracht komen? Ja, ik denk dat als je naar een open dag komt, dat je echt onwijs veel informatie krijgt. Dus ik zou echt aanraden om tussendoor dingen op te schrijven, zodat je een overzichtje hebt van wat nou jouw indrukken waren, welke studies je leuk vond, zodat je een compleet beeld hebt van Tilburg en onze studies. Ja, en dan is het ook makkelijk om later terug te kijken en eventueel te vergelijken met andere studies en andere universiteiten. Oké, ik denk dat we onze tips zo gedeeld hebben. Ja, dat denk ik ook. Dus dan zien we jullie misschien wel op de open dag. Doei! Doei!